Ik weet niet of het beter kon, laat ik daar duidelijk in zijn. Maar ik vind dat eigenlijk een beetje de verkeerde discussie. De essentie is van het moet beter. En ik vond het jammer wat de minister-president gedaan heeft door dat hele debat te beginnen met een soort van opsomming van kijk eens wat we allemaal gedaan hebben en hoe goed mijn rapport wel is. Misschien heeft hij het gedaan om mensen duidelijk te maken van kijk, jullie vragen van ons dat we dingen doen en dit is ja, wat we nu al is, gedaan hebben. Maar dat is niet, ja, maar de mensen hebben niet gevraagd, denk ik. En ik vind ook niet dat we met de politiek moeten praten over hoe goed we het al gedaan hebben. Eigenlijk is dit een discussie over waar willen we als samenleving naartoe, hoe gaan we een aantal dingen fundamenteel veranderen. En een discussie in het parlement onder politici zou moeten gaan over, willen we daar voluit voor gaan, welke zijn onze prioriteiten daarin en hoe gaan we dat financieren en niet over wat hebben we de voorbije 4 of 5 of 10 jaar gedaan. Ja. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.